Als ik een pakje verstuur met FedEx of met UPS, dan kan ik dat pakje constant traceren en ik weet ten allen tijde waar dat pakje waar is. Mijn patiënt, mijn Alzheimer-patiënt, mijn kankerpatiënt, mijn diabeticus, ik weet daar bijna niets van. En dat is de grote revolutie die er op ons afkomt. De combinatie van nieuwe digitale tools en nieuwe biologische tools gaan samenkomen en gaan ons toelaten om eigenlijk 24 uur, 7 dagen per week bij onze patiënt te zijn. Niet fysisch, maar virtueel, op afstand, om die te coachen. En dat is een veel dankbaarder job dan een arts die eigenlijk mijn hartslag, mijn bloeddruk meet, weet dat die computerrevolutie op ons afkomt, de artificial intelligence evolutie, die veel beter is dan mijn arts om mij te diagnosticeren. Mijn arts is outdated als hij uit de school komt, maar mijn arts is een fantastische persoon om empathisch met mij om te gaan en mij te motiveren als coach, ik betrouw hem ook om dat te doen, om mij te motiveren om iets aan mijn levensstijl, omgeving te veranderen. Intelligente technologie speelt vandaag een belangrijke rol in onze gezondheidszorg. In diverse domeinen worden bijvoorbeeld al robots ingezet. Denken we maar aan chirurgie, waar artsen-specialisten ingrepen uitvoeren, geassisteerd door robots. Het is een nieuwe technologie. Je zit in een console, je krijgt twee controllers in de handen, twee joysticks waarmee je de robot bestuurt. Er zijn ook voetpedalen voor beide voeten, dus je moet echt elke functie van de robot goed onder de knie krijgen alvorens je die kan besturen. Gelukkig zit er ook een simulator op de robot en kan je dus eigenlijk een aantal oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad gaan inoefenen op de robot tot wanneer je een bepaald expertiseniveau bereikt. En pas dan ga je eigenlijk met patiënten aan de slag. Deze nieuwe manier van werken geeft het chirurgisch team meer comfort in de uitvoering van een operatie. Maar vooral voor de patiënt neemt de kwaliteit van de zorg nog toe. De patiënt heeft eigenlijk alle voordelen die er ook al waren met de traditionele kijkoperatie. Dus kleinere littekens, dus wat een cosmetisch effect heeft. Ook minder pijn. Patiënten hebben minder pijn. Er is een vlotter herstel van de ingreep. Maar de robot gaat nog verder. Dankzij de 3D-technologie en de digitale zoomfuncties en dergelijke, is de robot eigenlijk in staat om in heel nauwe ruimten op een stabiele manier een procedure te kunnen uitvoeren. Wat dat maakt voor de patiënt, dat de chirurg, dat is onze indruk, nog preciezer kan werken dan met een kijkoperatie. We gaan eigenlijk verder daar waar dat de traditionele kijkoperatie zijn grenzen kent. En de technologische evolutie gaat nog altijd voort. Meer en meer zullen artsen in hun werk geassisteerd worden door nog betere systemen. Er zijn momenteel ontwikkelingen bezig om eigenlijk de beeldvorming te gaan implementeren in de robotchirurgie. Wanneer we de technologie van de robot met deze beeldvorming kunnen combineren, dan kan dat een hulp zijn tijdens een procedure. Je kan het een beetje vergelijken met het besturen van een wagen. U bestuurt de wagen, beslist waar u heen gaat, maar gebruikt u de GPS, dan zal u vlotter en veiliger misschien zonder omwegen op uw bestemming geraken. En dat verwacht ik dat eigenlijk in de nabije toekomst een mogelijke evolutie is. Ook op andere vlakken zien zorgverstrekkers mogelijkheden om robots in te zetten. Het UZ Brussel voert momenteel samen met een aantal partners een onderzoek naar de meerwaarde van een sociale robot bij de begeleiding van kinderen met diabetes. Omdat we weten dat die educatie heel veel tijd vraagt, heel veel verschillende aspecten behelst. Zowel voeding als beweging, als insulinedosissen, als een aantal praktische handelingen moeten aangeleerd worden. Dat vraagt heel veel van mensen, net op het moment waarop ze emotioneel zwaar belast zijn met de diagnose van een chronische ziekte bij hun kind. En als we een sociale robot kunnen inzetten, dan kan die de educatie nog eens herhalen, ook in verschillende talen aanbieden. En we kunnen die robot ook individueel programmeren. Dus kijken of de robot voor die bepaalde patiënt een andere taak extra in de verf zet dan bij een andere patiënt. Wil u ook meedialogeren over de rol van technologie in de zorg van de toekomst?